Welkom bij Topnames, live vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag zonder Stekel, die is op vakantie in Engeland, maar met Bart Brouwers. Bart, je bent vaker hier geweest. Een van de keren was om te vertellen over je boek Na de Deadline, wat we met Fast Moving Targets hebben uitgegeven. Ja, inmiddels ben je hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. We hebben nu al een stuk of drie voormalige topnames die hoogleraar zijn geworden. Dus ik denk dat we toch eigenlijk een kleine trend kunnen ontwaren in dit geval. Jouw oratie recentelijk, daarvan was de titel Het beste moet nog komen. Nou ken ik je ook wel als een optimist, maar je moet wel een hele ras optimist zijn als het beste nog moet komen van de journalistiek. Even kort, want waar is dat op gebaseerd? Nou, heel kort is dat als er naar de journalistiek gekeken wordt, de meeste mensen de fout maken door te kijken naar hoe het nu betaald wordt, in plaats van naar wat er allemaal inhoudelijk mogelijk is. Als je inderdaad kijkt naar hoe het verdienmodel, het financieringssysteem achter de journalistiek nu werkt, dan hebben we dikke, dikke problemen. Dat lukt gewoon niet op de manier zoals we gewend waren. In elk geval steeds slechter. Maar als je kijkt naar het inhoudelijke deel, dan zie je dat aan de ene kant er maatschappelijk een nog grotere behoefte dan ooit is aan goede journalistiek. Maar tegelijkertijd dat de technologische hulpmiddelen zo uitgebreid zijn dat ons enorm veel nieuwe mogelijkheden gaat geven. Alleen dat vergt wel ook een stap van de journalistiek zelf, van journalisten, om daar mee te gaan. En dat ontbreekt nog wel een beetje. En wat zijn dan wat voor technische mogelijkheden bedoel je dan? Misschien heel simpel, VR en AR. VR geeft ons de mogelijkheid om niet alleen vooruit, maar ook achteruit en om ons heen en overal te kijken. Dat is misschien een simpele uitbreiding van wat we vroeger video noemden. Maar het geeft in journalistieke zin ineens een heel ander eikpunt, een heel andere manier van kijken. Wij moeten dat namelijk nog ontdekken hoe dat goed werkt. Je ziet dat sommigen daarmee experimenteren, sommigen best behoorlijk. Je ziet heel indrukwekkende reportages uit oorlogsgebieden, uit Aleppo bijvoorbeeld, uit vluchtelingengebieden. Je ziet ook experimenten op een kleinere schaal. Maar je weet ook daar het beste moet nog komen. We moeten echt dat gaan uitvinden. En dat is maar één aspect. Als je kijkt naar bijvoorbeeld artificial intelligence. De manier waarop wij robots of kunstmatige intelligentie kunnen gaan inzetten om grote hoeveelheden data te ordenen en vervolgens daar journalistiek mee aan de gang te gaan. Niet als eindproduct, maar gewoon als nieuwe grondstof. We zijn echt nog maar aan het begin daarvan. Ja. Vandaar die titel. Ja, je gaf het zelf een klein beetje aan. Het is mijn ervaring ook. Ik zou zeggen, natuurlijk, we spreken in algemeenheden. Maar de journalist in zijn algemeenheid is niet de eerste die dit soort dingen, die soort nieuwe technieken omarmt. Nee, dat klopt. Je ziet ook dat ze van buiten komen. Je ziet ook, het is niet van niks dat Google en Facebook zo groot zijn geworden. Dat die natuurlijk heel veel talent aantrekken, wat ook voor de journalistiek ingezet had kunnen worden of zou kunnen worden. We hebben het onderschat, we hebben het makkelijk terzijde geschoven. Er is ook, misschien is dat wel onderliggend nog belangrijker, er is een soort van besef dat wij als journalisten bezig zijn met iets wat zo maatschappelijk relevant is, dat het niet mag veranderen. Wij zijn de controleurs van de maatschappij, zou je kunnen zeggen. En alles wat in onze manier van handelen zou moeten veranderen, doet afbreuk daaraan. Dat is een beetje een onderliggend, niemand spreekt dat zo uit natuurlijk, maar dat is wel onderliggend wat je merkt. En dat is natuurlijk een enorme handicap, een barrière naar verandering. Als ik snap waarom de journalistiek belangrijk was in een tijd waarin informatie niet makkelijk voor ons toegankelijk was. Dat was je krant of welk ander ding dan ook. Was de plek waar iemand anders dat voor je verzamelde, bundelde, context aan meegaf. In deze tijd kan ik eigenlijk de meeste van die mensen die anders door een journalist bijvoorbeeld geïnterviewd worden, kan ik rechtstreeks overlezen wat hij vindt. Want die heeft bijvoorbeeld zelf een blog en die heeft zelf een visie. Ja. Help me nog eventjes, want er is meer informatie dan ooit. Als ik er tijd in stop, kan ik dus aan het eind van de rit mijn eigen waarheden bij elkaar, bij elkaar zoeken. Help me nog een klein beetje. Waarom is de journalistiek nou zo belangrijk? Je noemt twee aspecten. Er is meer informatie dan ooit. En als ik er tijd in steek, dat zijn eigenlijk twee belangrijke aspecten. Er is meer informatie dan ooit. Dat is juist een probleem. De overvloed
brengt ons niet per se verder dan, dan in het verleden. De meeste mensen zijn niet zoals jij, dat ze echt hun weg precies weten te vinden. En sterker, als dat al zo is, dan zou het nog wel eens kunnen helpen om af en toe een zijpad te kunnen bewandelen. Een van de natuurlijk nadelen zou kunnen zeggen, Facebook-generatie is dat ze gewend zijn aan een manier. De filterbubbel is natuurlijk een misschien wel doodgeslagen woord, maar het is wel zo dat de waarheid of de werkelijkheid waarin wij leven eigenlijk voor iedereen of voor iedere groep anders aan het worden is. De journalistiek zou kunnen helpen om weer een soort van basis te creëren van gemeenschappelijk gedeelde feiten. Feiten die min of meer onomstreden zijn. Dat is allemaal heel ingewikkeld, maar daar zou een journalistiek wel een rol in moeten willen spelen. En tijd is dat andere aspect. De meeste mensen hebben niet de tijd om al die bronnen na te gaan. En de journalistiek zou daar echt kunnen helpen om te filteren. Ja, maar die heeft die tijd ook niet. Want er is meer informatie, er zijn niet meer journalisten. Dus de journalistiek... Nee, maar dat is vakmanschap, denk ik dan. Dan zou je met de vaardigheden van een journalist zou je een aardigheid moeten kunnen komen. En zeker als je die weer combineert met technische ontwikkelingen, dan zou je denk ik die slag wel moeten kunnen maken. En ja. We zijn daar nog niet, hè? We moeten echt ook nog een flinke sprong maken. Ja. Van welke technologische ontwikkelingen verwacht jij, als je er eentje moet kiezen, je noemde net al een paar voorbeelden, maar in je verhaal maar een stuk of 8 volgens mij, ik weet niet precies wat waar noem je er daarin. Als je er eentje moet uitkiezen, welke vind jij dan het meest interessant? Of waar verwacht je het? Wat gaat ons het meest helpen? Het meest interessante zit in de range van artificial intelligence. Dus misschien een klein aspect daarvan, robotjournalistiek, zoals dat wel eens genoemd wordt, gaat heel snel vooruit. Ik heb voorbeelden gezien nu van apparaten, van machines die in staat zijn om feiten van fictie te onderscheiden. Dat is allemaal nog rudimentair, maar die daar echt wel in slagen. Je ziet ook dat Google daar nu behoorlijke stappen in aan het zetten is. Dat zijn hulpmiddelen die wij moeten gaan gebruiken om ons werk te gaan doen. Robotjournalistiek kan ook ingezet worden om basisinformatie te creëren die op een of andere manier feitelijk... Het is niet zo eenduidig als ik het nu voorspiegel, want feiten zijn meestal ook nog wel kneedbaar. Maar er is veel mogelijk om op het gebied van voorbereiding van journalistiek door een machine. En die de laatste tijd gaat, als het gaat over artificial intelligence en de zelflerende computers, gaat het er ook heel erg over van oké, maar weet je wel, wat voeden we nu aan die zelflerende computer? Hè? Ja. Bijvoorbeeld kun je die moraal meegeven, menselijke eigenschap meegeven en is dat wenselijk of niet? Ja. Weten we niet straks eigenlijk nog minder... hoe een verhaal tot stand komt op basis van wat voor vooraannames, et cetera, als de computer dit voor ons gaat. Ja, dat klopt. Iedere machine wordt gevoed door een mens of door een uiteindelijk misschien zelfs weer door een andere machine. Maar dat klopt. Dus het is nooit helemaal waardevrij. En daar moeten we attent op zijn. Dus in die zin denk ik dat de journalist als mens ook nog voorlopig nog een belangrijke rol kan spelen. Scheidsrechter misschien wel in dat spel. Als je het hebt over kunnen we een machine moraal meegeven, wat wel aardig is, dus maar op een iets ander niveau dan jij bedoelt, denk ik. Wat je nu ook ziet in de robotjournalistiek is dat bijvoorbeeld in de sport zie je het geregeld nu. Hè? Maar die machine die maakt dus even gemakkelijk een wedstrijdverslag van de ene partij als van de andere partij. Dus een wereldgoal voor de ene partij wordt ineens een dramatische misser aan de andere kant. Ja, als die een Rotterdamse krant of een Amsterdamse krant zegt, als Ajax Feyenoord is, kan je dan... Ja, diezelfde robot kan dat verslag 2 keer maken. En dan was het een ander verhaal dan moraal, maar hij kan wel bewegen in dat. En hij snapt in dit geval wat zijn publiek, hij leeft mee met zijn publiek. Ja. Ja. Maar goed, dat werkt beter naarmate er meer data, dus meer cijfers ook in het spel zijn. In de financiële journalistiek en in de sportjournalistiek zijn wel de eerste
eerst een werkterrein. Ja, jij ziet allerlei technologieën die de journalistiek kunnen gaan helpen, of op zijn minst de journalistiek gaan veranderen. Je hebt studenten, want je bent hoogleraar en dan werk je met studenten. Dat is de lol, hè? Ja, dat weet ik niet. Dat moet jij maar vertellen. Ja. Wat geef je hun dan mee? Zij komen volgens mij bij jou om bij NRC Handelsblad te gaan werken of misschien met NOS Journaal. Ik was daar vorig jaar ben ik voor het eerst in die rol actief geweest en ik ben daar echt gewoon. Ik was me daar niet van bewust. Ik ben daar echt van geschrokken. Ik vroeg van wat wil je? Wat denk je dat je na je opleiding gaat doen? Echt 80% NRC, Volkskrant of NOS. Dat waren eigenlijk de drie hoofdkeuzes. En ik dacht, die studenten willen allemaal hun eigen bedrijf beginnen als ze klaar zijn. Ja. Willen een start-up in de journal, willen een nieuwe blendel zijn of een nieuwe correspondent of wat dan ook. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. Wat ook weer, want we hebben een heel mooi blok van 4 weken ondernemerschap, ondernemende journalistiek. De eerste dag van dat blok is dramatisch. Niemand wil dat. Ja, maar wat doen we hier? We hebben gekozen om journalistiek te gaan, journalist te gaan worden. Dus waarom zouden we dit willen doen? De tweede dag wordt eigenlijk nog erger, want in dit blok heb ik ook nog met wat externe partijen, Dagblad van het Noorden en ProTime, een productiebureau in Groningen, afspraak gemaakt dat ze een prijs beschikbaar stellen voor het beste idee uiteindelijk. €1000 krijgen die. Ja, maar nu wordt de commercie vermengd met de journalistiek hoe moeten wij nou die opleiding zien? En hele heftige discussies. Maar wel goed, op zich goed dat die plaatsvinden. Maar ik was daar verbaasd over, ik had me dat echt niet gerealiseerd. Maar na 3-4 dagen begon die omslag te komen en aan het eind van die periode was iedereen laaiend enthousiast. Er was een enorme wedstrijd en hele mooie ideeën. Dus ik hoop dat je daarmee ook wel iets van die andere kant kunt weergeven. Maar om even terugkomen naar de vraag, wat ik ze vooral mee wil geven is dat het geen uitgesproken zaak is dat ze inderdaad bij de Volkskrant en NRC terechtkomen. Maar dat ze zich moeten voorbereiden op een plek in de journalistiek waarbij je op basis van ik probeer een huis te schilderen met die studie. En het fundament is dan zeg maar, dat online speelveld. Dat voor iedereen echt gewoon helemaal doorgrond moet worden. Inclusief al die aspecten die we net al noemden. Dus het is niet alleen maar dat je een WordPress-blog kunt mm-hmm. Bijhouden. Maar dat gaat echt verder. Je hoeft niet alles in de niet zeg maar een expert in coding te zijn. Maar je moet wel weten hoe het werkt. Je moet het wel snappen. Op dat online fundament zijn er eigenlijk 3 pijlers in dat huis. Eén is gewoon de klassieke journalistieke waarheidsvinding. Dus echt gewoon hardcore klassieke journalistiek, zoals het 100 jaar geleden ook gebeurde. De tweede is ondernemerschap, waar we het net over hadden. Gewoon weten wat er nodig is om een bedrijf te runnen. Of binnen een bedrijf goed te kunnen werken. En het derde is een specialisatie. Dus je zou ergens op één terrein de beste van de wereld moeten willen zijn, mm-hmm. vind ik. Ja. En dat laatste is ook nog wel heel ingewikkeld voor studenten. Die zeggen dan meteen, ja, maar als ik daar de beste in ben, ja, dan kan ik de rest allemaal niet meer doen. Terwijl ik juist overal goed in wil zijn en ik durf niks los te laten. Ja. Dat is echt heel ingewikkeld voor studenten van nu. Bij mij was dat anders. Ik was blij als ik iets kwijt was. Maar ja, ze zijn bang om iets los te laten. En ook dat is eentje die ik vorig jaar echt met verbazing heb. Maar je zei, hè, van de basis, hè, waarop je die pilaren een plek krijgen, is het online wereld. Maar je gaf eigenlijk eerder al aan, dat is niet waar ze voor bij jou komen. Ik neem aan dat ze bedoelen als ze naar NRC gaan werken, dat ze niet bedoelen dat ze voor de website gaan werken. Ik neem aan dat ze dan bedoelen dat ze voor de krant gaan werken. Dat is inderdaad zo. Alleen, ik denk, ze hebben wel het besef dat NRC inmiddels een merk is dat meer is dan die krant. Dat snappen ze ook. En NOS maar het is wel de laagste toch in de nog steeds? Nee, dat geloof ik niet. Dat is wel anders geworden. Dat is echt wel anders geworden. Wat dat betreft zijn ze ook gewoon echt opgegroeid in een online wereld. En zijn die merken nog steeds wel, staan symbool voor de kwaliteit die ze zelf zouden willen hebben. Dat geloof ik echt wel, of dat terecht is of niet, maar in ieder geval dat leeft wel. Maar het is niet zo dat ze nu blind zijn voor alles wat buiten print gebeurt. Nee, dat is niet wat ik heb gemerkt. Nee. Ja. Als jij nu kijk naar wat er gebeurt. Gewoon even iets heel simpels. Waar word jij vrolijk van? Wat zijn de voorbeelden van journalistiek waarvan je denkt van
Nou, mooi dat het er nu is. Ja, ik word vooral vrolijk van zaken die in ieder geval afwijken van het normale. En dat hoeft helemaal geen succes te zijn. Ik heb volgens mij deze week dat journalism echt definitief omgevallen is. Maar ik word heel vrolijk van een groepje jonge gasten die zeggen van ja, maar dat kunnen we 100 jaar geleden allemaal wel uitgevonden hebben, die journalistiek, maar we gaan het toch anders doen. Ah. Eens even kijken hoe dat ook kan werken. Crowdfunding platform bedoel je, van journalistiek? Ja, journal ja. Met een eigen. Ja, ja, hier ook aan tafel geweest. Ja. Ja. Hebben ja, lange tijd, zeg maar, ja, het leek het goed te gaan, maar ja, vorig jaar wat ook ruzie in het team, maar ook gewoon niet een model dat uiteindelijk stand hield. Maar dat is wel nodig om ergens te komen. Vandaar, ik mag ook dit jaar weer de challenge leiden. De challenge is een wedstrijd voor jonge journalisten, nog studerend of net afgestudeerd. Het liefst ook in samenwerking met niet-journalisten, dus met developers of met designers. Ja. Dan gaan we 12 weken lang, elke woensdagavond, gaan we masterclasses en workshops. En aan het eind blijven er 3 over die een prijs krijgen. Journalism was er een aantal jaar geleden van die winnaars. Stimuleringsfonds van de... Precies, van de die organiseert ja. dat. En nou, ik mag dat begeleiden. Dat begint weer binnenkort. En dat is echt ook... Daar hoor ik echt heel vrolijk van. Als je ziet, soms met enorme naïviteit, maar wel... Op een manier waarvan ik denk van ja, maar dit hebben we echt nodig om als journalistiek vooruit te komen. Ja, mooi dat je dit voorbeeld geeft, want ik vind eigenlijk wel, ik heb van het begin af aan gevonden dat eigenlijk met name binnen dat platform, daar zit misschien best wel een probleempje ingebakken. Ik geloof heel erg in, ik hou heel erg van crowdfunding platforms die er zijn, maar ik denk bijvoorbeeld als je hier kijkt en het punt waar je eerder al zei van een van de problemen zal toch nog steeds eventjes blijven, hoe financieren we dingen? Wat willen mensen financieren? Iets wat dichtbij ze staat. Ja. En wat moet de journalistiek ook doen? Dingen waarvan we nog niet weten of het interessant is. Maar misschien ook wel, is het wel heel belangrijk om dingen te onderzoeken of om bloot te leggen die niet in mijn dagelijkse leven een rol spelen. Dus daarvan, ik zag vanaf het begin af aan zelf niet dat ik nu dacht van dit gaat het niet redden. Maar ik dacht, daar zit wel echt groot probleem. Je kan alleen maar gefinancierd krijgen waar mensen dus... Als je familieleden van kankerpatiënten bij elkaar krijgt en je zegt we willen onderzoeken, wat gebeurt er met dat geld, dat kan je gefinancierd krijgen. Ja. Dus alles waar je direct een soort verband kan leggen met betrokken personen. Ja, maar het wordt lastig als het een structureel model is. Hè? Dus dat je zeg maar verhaal na verhaal na verhaal, wat daar anders is. Maar goed, even daarbuiten, want je zei eerder natuurlijk, hè, financiering is een probleem, maar het is toch best wel een heel groot probleem. Het is zeker een groot probleem. Vooral ook omdat zeg maar, we zijn gewend door de jaren heen 2 hoofdstromen aan geld te krijgen. Je hebt aan de ene kant de wat we adverteerders noemen, aan de andere kant gewoon de betalende gebruikers, de abonnees. Dat model, dat werkt meer. Die abonnees die hebben gezien dat ze hun informatie ook op andere plekken kunnen vinden, vaak gratis. En die adverteerders die hebben ook ontdekt dat ze hun kanalen niet meer nodig hebben om hun Facebook kunnen ze ook adverteren. Ja. Dus dat hapert. Je ziet dat in de print het overigens nog vrij lang duurt, vind ik. Langer dan gedacht, hè? Ja, ook langer dan ik dacht, heel eerlijk. Dat gaat relatief goed nog. Als je kijkt naar de cijfers van de persgroep, dan is dat helemaal niet verkeerd op dit moment. Maar de trend is negatief. Dus de trend ook op die 2 hoofdmoten. Dus er moeten andere modellen komen. Ik heb ook in Eindhoven een kleine business, E52. Daar maken we ook journalistiek rondom innovatie. Hè, de economie van innovatie en alles daaromheen. Wij dachten, mijn compagnon en ik, Marien ten Houten, met wie ik dit heb opgezet... Dat wij op relatief korte termijn 5.000 tot 10.000 abonnees zouden krijgen. Ik dacht, ik had maar 1.000 nodig, maar dat is ook niet gelukt. Maar goed, dit is goed. We hebben er 200 nu, na bijna 2 jaar. Ja. Dus dit is, dat gaat niet werken. Maar gaandeweg, en dat is ook, als wij meteen hadden gedacht van, maar dat gaat niet werken, dan waren we misschien niet begonnen. Mm-hmm. Maar het is nodig om uiteindelijk, ik zal niet zeggen dat we nu een gigantisch succes zijn, maar we leven nog na 2 jaar en we groeien. We hebben een positief banksaldo, wat vind ik heel bijzonder is. Ja. En we hebben gezien dat datgene wat we doen interessant is voor die consumenten waarvan we dachten dat ze geld zouden betalen, maar dat doen ze niet. Maar via die consumenten nog interessanter is voor
ja, bedrijven, instellingen, organisaties daaromheen. Dus in die Eindhovense context waarin wij werken, de high-tech campus, Brainport Development als organisatie, een aantal instellingen en bedrijven, ASML bijvoorbeeld, daaromheen. Die vinden datgene wat wij doen zo interessant, dat ze zeggen, ja, maar jullie moeten wel blijven bestaan, dus we steunen jullie. Maar, weet je, mooi hè, dat jullie geen geld tekort hebben. Maar als het Eindhovens Dagblad zou zeggen, we hebben een hoofdredacteur en die betaalt zichzelf niet uit, dan zou jij ook niet zeggen dat het een succes was, toch? Nee, dat klopt. Maar kijk, ik ben ook voorzichtig in die typering. Ik zou onszelf echt niet een succes noemen. Ja. Ik vind het wel best bijzonder. Nee, natuurlijk moet je er trots op zijn, maar we moeten ook... hartstikke goed. Maar we zijn niet een eigen groot bedrijf. Jij hebt er geen salaris uit, toch? Nee, ik heb er geen salaris uit. Nee, dat klopt. Ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Dat moet wel gebeuren. Ja. Anders houdt het toch op een gegeven moment. Maar als je dus naar kijkt wat je geleerd hebt, want nog eventjes, wat leuk is voor jullie ook, vind ik, jullie hebben een mooie combinatie. Je hebt een website die er natuurlijk iedere dag is. Jullie hebben events die je organiseert. En een aantal keren per jaar heb je ook een... En dan komt je oude liefde van papier terug. Wat papier werkt dan wel, dus dat is op zich wel grappig. Ja, ja. Wat het is. Dus is jouw les nu, als ik om me heen kijk, als ik zo even kijken naar online uitgevers van nu, dan doen ze allemaal, je probeert zeg maar een stuk, misschien wel 5 verschillende, misschien nog wel meer zelf, inkomstenstromen. En die optelsom die maakt dat je het redt. Misschien heb je 200 mensen die maandelijks wat geld voor je over hebben, maar nu blijkt er meer geld te liggen bij de bedrijven die het belangrijk voor jullie vinden. Als jij nu een les aan mij zou moeten geven. Het belangrijkste stuk is, zeg jij ik van... Ik heb van jou geleerd. Hè? dat is wel zo. De online wereld, want ik was een krantenjongen ik vind het ook leuk om te zeggen, via Twitter heb ik een hele hoop mensen leren kennen, zoals jij, die bezig waren met avonturen waar ik jaloers op was. En dat heeft mij wel gebracht tot de stap om ook die avonturen in te gaan, op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Maar dat heeft mij wel gesterkt en ook voor een deel gevormd, zeker in die periode. Ja. Ja. Nou, dat is leuk, vind ik leuk om te horen. Maar zeg jij als je tegen nieuwe starters, ga inderdaad onderzoeken. Hè, want we weten, we kunnen best wel het rijtje van inkomstenstromen, die kunnen we best wel benoemen. Maar dat zijn er meer dan wij denken. Er zijn er meer dan wij kunnen voorstellen. Ja, want heb jij ook niet een keertje zo'n hele lange lijst gemaakt? In dat boek had je net aanwezig. Er staan er 33 in. Mogelijke inkomstenstromen. Ja, en daarna heb ik er nog een stuk of 15 erbij bedacht. Of in ieder geval verzameld, zou je kunnen zeggen. Want ik heb ze niet zelf bedacht. En er zijn er nog veel meer. Er zijn er honderden en soms zijn het varianten op varianten. Maar dat is wel wat we nu moeten doen. We moeten gaan kijken. Dus we gaan de weg door de kern is natuurlijk jouw product of jouw dienst of datgene waar je denkt dat je goed in bent, jouw activiteit. En dat levert jouw contacten of netwerk of ingangen op die uiteindelijk misschien kleine stroompjes opleveren van financiering. Ja. En dat is bij iedereen anders, denk ik. Het handboek daarvan moet nog geschreven worden. Ja, en dan daarbij is het waarschijnlijk ook zo, weet je, je verdient waarschijnlijk ook meer geld aan het onderwerp wat je beter snapt of je dichter beter ligt. Ja, dus in die zin is er geen voor te maken. Maar als je nu kijkt naar, ik denk wel als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, ik zie dan voornamelijk een beetje het technologiebedrijf, maar als je naar de Next Web kijkt of je kijkt naar de Vice-achtige clubs. Ja, dan kan je toch best. Dan zie je in ieder geval dat ze allemaal een combinatie hebben van zelfstandig media maken, tegelijkertijd ook productiebedrijf voor derden zijn. Dat ze een combinatie hebben van adverteerders en sponsors, branded content. Dat ze evenementen organiseren, et cetera. Ja. En eigenlijk allemaal hebben ze best wel een heel clustertje aan. Maar dat is nog eentje. Denk niet onbelangrijk. Het zijn, zeker als ze succesvol zijn, in de basis Engelstalige platforms. Ja. En op een mondiaal publiek gericht. Dus weliswaar met lokale varianten, maar toch op een mondiaal publiek gericht. Ja, is dat wel echt een conclusie die je trekt? Kan het niet op het Nederlands gebied? Nou, het kan wel, maar een schaalbaar model is ingewikkeld. Het is wel grappig.
Ik heb afgelopen jaar ook mijn eerste wetenschappelijke publicatie gedaan. Okay. Althans, hij is nog niet gebeurd. Maar die is inmiddels door de 24ste peer review heen gekomen. Okay. Dus hij gaat gepubliceerd worden. Ja. Maar die gaat over de vergelijking, of de lessen die wij als journalistiek vanuit zeg maar, start-up cultuur en start-up manier van denken kunnen trekken. En dan ben ik even kwijt wat ik wil zeggen, maar wat is je vraag? Dat is een goeie, maar je mag in ieder geval vertellen dat je een wetenschappelijk... We hadden het over de internationaal, denk ik dat het ging. Oh ja, internationaal, ja. Klopt. Ja. De schaalbaarheid, dat is het elementje wat ik miste. En dan zie je dat sommige lokale platforms echt wel gewoon kunnen functioneren op een lokale schaal. Maar dat lokale journalistiek met name, die schaalbaarheid echt wel ingewikkeld is. Dus dat je en journalistiek op zichzelf gewoon ingewikkeld schaalt. Behalve als je inderdaad zo'n mondiaal platform bent dat zeg maar, in verschillende varianten uitgevoerd kan worden. De fout die wij gemaakt hebben, die ik zelf ook heb gemaakt met Dichtbij bijvoorbeeld, is dat we eigenlijk zeg maar, de fase van de scale-up als een startpunt hebben gezien. Dus we zijn met Dichtbij als een scale-up begonnen. Eigenlijk opgelegd door TMG toen van, hey, maar je gaat in heel Nederland maar uitrollen en zie maar hoe het werkt. Hoe je in één keer tegelijkertijd bedoel je? In één keer, tenminste vrijwel in één keer. Ja. Dus en wat we eigenlijk merkten is dat wij in die start-up fase nog niet eigenlijk hadden ontdekt wat schaalbare... Maar dat was dan best een dingetje, want jullie hadden zulke verschillende... het wisselde ook natuurlijk logischerwijze met de personen die in een regio zaten. Ja, zeker. Ik herinner me de man in, ik weet niet, misschien zit hij nog wel in het Woerdense, in zijn Woerdense café, dat weet ik niet. Hij is een van de weinigen, moet ik zeggen, want Dichtbij is bijna opgeheven inmiddels. Alleen in Brabant bestaat het nog aan een paar vlekjes in de Randstad. Groningen nog en in Maastricht. Ja, vreemde combinatie, maar daar bestaat het nog. En Jaap den Oude, die in Woerden café zat, is nu volgens mij zelfs formeel hoofdredacteur van Dichtbij in Brabant. Maar het mooie ervan was wel, dat vond ik eigenlijk, dat was echt wel aantrekkelijk ook aan. Het idee van, kijk, de journalistiek moet dicht bij de mensen staan. Waar haal je verhalen op? Is dat daar waar de mensen komen? Dus dat was het idee daarachter. Hij had dat door. Hij was echt gewoon een community journalist bij uitstek. Even kijken hoor. Het zijn heel veel dingen die nu tegelijkertijd door mijn hoofd gaan. Net als die bij jou. Maar kijk, de zoektocht naar geld is er eentje die natuurlijk altijd zal blijven. Ja. Maar als je het over schaalbaarheid hebt. Schaalbaarheid is één ding. Is zeggen, ik maak iets wat ik schaalbaar kan maken doordat ik een groot publiek bij kan vinden. Mm-hmm. Zit er behalve die robotjournalistiek ook nog zeg maar, schaalbaarheid in het eenvoudiger maken van verhalen, eenvoudiger maken van de waarheidsvinding? Het is gewoon een duur beroep. Nou, we hebben de techniek kan daar zeker bij helpen. Maar uiteindelijk, we zijn nog niet op het punt in ieder geval dat de mens daar uitgeschakeld kan worden. En dat is natuurlijk heel prettig. Als mens? Maar voor de rest, maar als lezer misschien toch niet? Ik vind ook dat wij, als wij een machine vinden die de beste journalistiek denkbaar kan maken, dan moeten we die vooral inzetten. Als je mij daarbij overbodig maakt, dan is het aan mij om iets nuttigers te gaan doen. Ja. Niet aan die machine. Dus we moeten daar zeker naar op zoek gaan en ik zal ook doen wat ik kan om te helpen die zoektocht vorm te geven. Dat vind ik ook interessant. Zover zijn we nog niet. Nee. Daar zijn echt mensen nodig, zeker als het gaat om het combineren van dingen, zeg maar, ook het zoeken. Maar ondersteunend is die machine echt wel en wij onderschatten dat nog te veel, denk ik. Zeker in het tekenen van plaatjes van mensen die contact hebben met andere mensen op bepaalde momenten. Ja, je kunt met big data kun je echt wel wat meer doen dan de gemiddelde journalist nu gebruikt. Ja, zijn wel journalisten die dat doen overigens, hoor, dus die zijn er zeker. Ja, maar daar is natuurlijk ook, als we heel eerlijk zijn, die zijn ongetwijfeld individueel allemaal heel erg goed, maar is ook nog steeds klein beetje één oog is koning in het land de blinden. Ja. Wat
Wat doen jullie er zeg maar, in Groningen aan? Of hoe pak je dat in Groningen? Hoe wil je ervoor zorgen dat die werelden bij elkaar komen? Want die deskundigheid van de echte dataspecialist en de journalist zijn twee heel verschillende dingen. Dat eerste stukje is wetenschap. Erbij brengen dat het er is en dat je er iets mee kan. Maar de volgende stap? Wat we bijvoorbeeld doen in een blok in december, heb ik een aantal aanpalende vakgebieden zeg maar, uitgenodigd om gastcolleges te geven. Dus dan heb je het over statistici en mensen die zeg maar, op geografie geschoold zijn. Als het gaat om het letterlijk in kaart brengen van journalistieke informatie. Nou, dat is een simpel voorbeeldje. Maar je kunt ook aan design denken en toch een lichte vorm van development. Programmeren, coderen. Dus het zeg maar, scrapen van het web is niet heel ingewikkeld als je dat echt gewoon denkt te willen. Want dat is wel natuurlijk de basis. Maar daar moeten we wel duwtjes voor geven. En daar hebben we de steun nodig van aanpalende beroepen. Vorig jaar bij de challenge was één deelnemer, die was een wiskundige. Dat was echt een verademing dat hij erbij zat. Ja. Echt gewoon ook een hele andere manier van denken. Dus hoe dan ook zullen wij, en dat zal in Groningen gebeuren, maar dat moet ook in het vakgebied zelf, dus mensen die gewoon al actief zijn, moet dat gebeuren. Wij moeten ons laten bevruchten door de andere vakgebieden. En het andere vakgebied is ook belangrijk, want wat hebben we aan data als we er geen mooi verhaal of geen waardevol verhaal van mee kunnen vertellen? Ja, klopt. Ja. Nee, maar goed, ik was laatst in dat instituut in Groningen waar al die data bij elkaar komen. En daar zeiden ze, we zitten op zoveel mooie data, maar wij kunnen die verhalen niet maken. Kunnen jullie ons daar niet bij helpen? Ja. Ja, dat is natuurlijk een prachtige match die we daar kunnen maken. Ja. Hey, super. Nou, bedankt en we gaan elkaar hier zeker aan deze tafel of anders aan de Eindhovense tafel. We gaan elkaar vaker weer hierover spreken. Blijft een mooi onderwerp en je weet, wij maken vervolgverhalen. We doen het pas 5 jaar, dus we blijven nog eventjes doorwerken. Een volgende keer wel graag weer met Stekel, want ik vind het toch, ik vind het zelf ook lekker. Ik zit eigenlijk toch minder op mijn gemak, Bart, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik merkte het ook. Ja, het is gewoon, het is minder. Nou, ik kan er ook niks aan doen, maar goed. Misschien Stekel als je meekijkt, ik heb je gemist. Volgende week zijn we er samen in ieder geval weer. We bedanken zoals altijd de sponsors en dat is 2ML zorgt ervoor dat onze website keurig en mooi gehost wordt. Streamzilla zorgt ervoor dat je live kunt meekijken. Iedere week weer met de stream. Bier & Co. zorgt voor de biertjes. En jij bent een echt. We zijn bij jou thuis geweest, Bart. En we hebben bij jou de lekkerste biertjes denkbaar maar gedronken. Deze was uitstekend. Deze kan er ook bij. En ik zeg er iedere keer even bij. Maar je moet ook zeggen als die niet lekker is. Want dat hebben we met z'n allen afgesproken. Die moet je dan gewoon een keer geven. Ja, dat is goed. Moet iets vaker even eentje tussendoor doen. Ja. Hoewel Stekel is daar wel eerlijk in. Die houdt meestal eigenlijk van een gewoon biertje. Wil die eigenlijk. Dus, even kijken. En dan missen we nog eentje. Dat is natuurlijk Freedom Lab waar we tegenwoordig zitten. Je hoort als het goed is, of misschien ook niet hoor, maar je hoort een beetje regenen. Dat zal bij jullie thuis ongetwijfeld hetzelfde zijn, maar niet als je on demand kijkt. Volgende week zijn wij dus weer. Bedankt voor het kijken. En Stekel zegt dan altijd, dag. Ja, instarten gewoon. Sampler. Ja.